vaak als ik achter de computer zit of wat dan ook aan het doen ben, ik zit lekker hier relaxed op de grond op de stoel, er komt altijd iemand buurten en weet je wie dit is? Ganja. Super tof dat je kijkt naar een heel vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en net gedoucht. En heel eentje eten hebben. En dat is Ganja. Ja hè? Ja, dat snap ik. Maar ga ik zo eten geven, joh. Ja? Maar lekker even wakker worden. Eerst even een roltuin ook gooien. Wat heb ik lekker geslapen op mijn nieuwe bed, hè? Op die bed nu. De bed leek wel zachter dan normaal eigenlijk. Dus dat is wel lekker. Oh, wat heb ik lekker geslapen. Als een roosje. Ja, sorry, wat zeggen mensen heel vaak. Ja, Ganja. Nou, weet je, ik geef jou wel eten nu. Je zit je ook te mouwen. Hè? Ja, ja, Ganja. Dus... deze moet ik hebben. Oh, zo. Kan je toch? Ja. Ja. Ja, ja. Ik weet dat je eten wilt. Zo. Dit heb ik ook al gehad. Moet ik hem deze wel terugzetten natuurlijk. En dat is hier nogal gebeurd. Zo. En dan ga ik even haren kammen. Dat moet ook nog gebeuren. Echt lekker geslapen vandaag. En ik kan jullie wel vertellen, er gaat iets bij mijn stichting wat gebeuren. Om hier een promotie van te maken, maar dat gaan jullie wel binnenkort horen. Zo, ik heb nog een uur tijd om richting mijn werk te gaan. En daar ga ik even die tijd voor gebruiken om lekker even nog klaar te maken om te werken. Even een ritme. Dus, maar ik ga even lekker een tweede bakje koffie zetten. Ik was even bezig hier nog de computer. En dan ga ik nu maar lekker een bakje koffie zetten. Oh. Dan ga ik dat maar even koffie zetten. Daar heb ik ongelooflijk veel trek in. Zo, hoppakee. En dan heb ik bijna weekend. Oh, alleen vandaag nog werken en dan even lekker weekend. Want kijk ik daarnaar uit om lekker weekend te houden. En wat ik al zei, ik heb natuurlijk lekker zacht slapen. Echt, was letterlijk... zacht slapen. Ik heb ervan genoten. Echt. Ik wou de herhaling weer hebben. Dus kan ik maar net herhaling. Komt nog. Want het komt vanavond. Nou, elke dag komt de herhaling. Hoe ik lekker kan slapen. Wauw. Dus dat. Lekker tweede bakje koffie. Lekker weekend houden. Daarna. Nee, eerst werken natuurlijk. Dan lekker weekend houden. Dus. Laten we dat even gelijk even klaarmaken. Lekker eerst een bakje koffie en wachten op mijn render en dan inplannen en dan richting mijn werk. En ik heb het Mask, Sing of Masters gekeken. Wat was het leuk om naar te kijken. En die de afslagwallen is van Joris, nog wat. En Femke Louise. Femke Louise was de aap. Ik vond het zo leuk om naar te kijken. Bizar. Maar ik denk dat jullie het ook al een tijdje hebben gezien. En ik ga nu even wat volgens rolgordijn dicht doen. En dan lekker klaarmaken om lekker muziek te luisteren via computer en YouTube te kijken, denk ik. En ik heb al een tijdje al lekker gegeten en dan was ik lekker een bakje lasagne. Dus dat was echt super lekker. Maar ik ga nu even lekker klaarmaken om lekker YouTube te kijken. Maar het was wel leuk om naar te kijken. En lekker gewerkt vandaag ook. Gelukkig heb ik nu lekker weekend. Ik kijk er nu al uit en het is nu al 10 uur. Hoe moet je nagaan, hoe hard de tijd gaat alweer. En ik heb net even met mijn vriendin lopen bellen en met Vincent. En Marlijn heeft bekendgemaakt wat het is. Op haar Instagram. Wil je het weten? Check haar Instagram. Marlijn Beerdenburg. Instagram. En het zou tof zijn als je haar ook even volgt. Dat vind ze vast wel leuk. Vaak als ik achter de computer zit of wat dan ook aan het doen ben. Ik zit lekker hier relaxed op de grond op de stoel. Er komt altijd iemand buurten en weet je wie dit is? Ganja. Jij komt altijd uit de buurt, hè? Wacht. Let op, als ik denk dat ik op de bank ga zitten, komt hij nog bij me zitten. En zo maakt hij de bank van. Zo'n rommetje. En die wil ik netjes leggen, maar daar heb ik helemaal geen nut van. Dan gaat hij weer een hoorzoontje van maken. Maar ja, kijk. Even kijken of die komt. Ganja, kom eens. Ganja. Ganja, kom je dan? Hij zit daar zo. Zie hem zitten dan. Kijk, die Ganja. Ah, maar hij komt wel. Kom je? Kom je? Kom je nog of niet? Of blijf je daar zitten? Nou, kom op. 1, 2. Zie je hem gleuren dan? Ah, hij komt wel. Hé, boef. Kom maar lekker liggen, hè? Bij je grote vriend. Hè? Een grote vriend, hè, ben jij. Maar je kan soms ondeugend zijn, hè? Ja, ga je nou lopen spinnen. Hè? Echt wel een lievertje is het. En voor mensen die nog niet weten, ik heb deze al van geboorte. En dat is zo leuk om mee te maken dat je huisdieren of kleine kinderen of wat dan ook allemaal zien opgroeien. Dat is het leukste wat er is. Ik denk dat heel veel mensen, voor mensen die herkenbaar is, iets of wat anders. Ik kan er blijven doorgaan, want ik vind het gewoon, dit is zo bijzonder. Net als het gevoel dat het je kind is eigenlijk, zo moet je het zien. En hij probeert af en toe zo te bijten. En denkt van, kan ja, ah. Zeg ik dan, kan ja, ah. En dan stopt hij. Morgen verliefd op haar. Maar ja, deze weekend, ik weet niet, het is niet echt een interessante vlog vandaag. Excuses ervoor. Ik ben zoveel dingen achter het scherm aan het doen. Wat eigenlijk niet leuk is om te vloggen, daar wil ik vast bij zeggen. Ja, en dan... het is gewoon moeilijk om te verdelen dan, om zo te zeggen. Maar dan wil je een vlog hebben, maar het is gewoon ongelooflijk moeilijk. En dan probeer ik mijn best te doen. Dat heb Ton ook bijvoorbeeld, en zo, ik weet niet. Daar kan je hem zo moeilijk uitzien. Die hebt gewoon een feit, gewoon goed in zitten, vloggen, alles erop en eraan. Maar Don en ik, om zo te zeggen, als je vergelijkbaar, niet echt. Ik probeer wel iets leuks om te maken. Maar ja, het vloggen is niet zo gedaan meer te zeggen. Je moet er ook wat van maken. En zelf, het is niet de hele tijd dat je dat laat zien, maar ook eigenlijk iets er leuks van maken, om zo te zeggen. En kan jij dat weer niet hebben, hè? Niet aan mijn kast lopen. Hé, kan jij niet aan mijn kast lopen? Ga je ook niet slopie? Hé? Hey? Zit ik ongeveer vaak achter deze kast hier tussenin. Zit hij te krabben en dan wil ik niet hebben. Dan zeg ik, kan je niet. Vandaar dat ik wil doen. Nee, zoals hij. Ja, dan moet je ook net als kind opvoeren, om zo te zeggen. Wat ook wel net zoals hij. Hè? Boef? Nee, dat weet jij. En meestal als ik in de keuken sta, dan denkt hij dat hij eten krijgt. Want het is helemaal niet zo. Hè? Boef. En naast zij heb ik deze deur open laten staan van gewoon, Deb kan je ook even in de gang zitten. Meestal zit hij ook al bij die mat en dan gaat hij aan het krabben. Toen denk ik, oké, laat hem lekker gaan. Maar ik heb eindelijk ook in de zin om in bed te liggen, maar ook niet. Maar ik verheug me wel om in bed te liggen, want ik weet dat het zo lekker zacht ligt in mijn bed. Ongelooflijk lekker. Daar ben ik blij mee dat ik dat gekocht heb. En tussendoor wat jullie nu op achtergrond horen is lekker muziekje. Ben ik nu even lekker aan het genieten ervan. En tussendoor was ik eigenlijk voetbaldingen op mijn telefoon aan het doen. Misschien hebben jullie wel vast op beeld gezien op de computer. Maar dan ben ik stand in de gaten houden. Vind ik leuk om te doen. En nu ben ik sinds kort van de keukendivisie aan het doen. Want ja, ik vind het wel leuk. Weet niet. Iets te doen om het zo te zeggen. En als ik bijvoorbeeld achter schermen niks te doen heb om te vloggen, dan ik wel iets op mijn telefoon heb om bij te houden. Vind ik gewoon grappig. Ik deed meestal vroeger, deed ik altijd een kladblok. Ging alle spelers opschrijven, zelfs opstellingen maken. En bijvoorbeeld van FIFA deed ik dat. En dat ging ik altijd opschrijven. Vond ik wel leuk. Vroeger. En vind ik ook een leuk verhaal eigenlijk over gesproken. Maar alleen mijn ouders, toen waren mijn ouders nog bij elkaar. Want voor mensen die niet weten, mijn ouders zijn gescheiden al sinds 2013 als ik het goed heb. Of, in ieder geval, laten we zo zeggen, mijn ouders zijn gescheiden. En ik heb nog een broertje. En mijn broertje en ik gingen altijd vaak met zo'n propje spelen. Heel vroeger. Klinkt raar. Maar ik weet niet hoe oud ik meer was. Heel jong in ieder geval. En dan ging altijd voetballen. En meestal wou dit niet, maar dan ging ik altijd met dwingen. Ik weet niet of jullie herkennen, maar is. Dan wil je iets doen. Dan wil je iets doen, maar de broertje of zo niet. Maar dan blijf je dingen. Oh please, doe mee. Oh please. Dat deed ik heel vaak met mijn broertje. En andersom gebeurt het ook weer. Maar ik denk wel herkenbaar voor jullie. En zul je niet, laat even weten in de reactie of het altijd herkenbaar is. Ik deed dat al zo vaak met mijn broertje. Zij ging altijd smeken. Ik ben het type die best wel kan smeken. Misschien zit het in mijn familie, maar je weet. Maar ik kan me wel nog herinneren toen ik uit huis ging, hier zo. Want om een switch, dat kan ik ook vertellen. Toen mijn ouders gingen scheiden. Mijn vader is in een oude huis gebleven, om zo te zeggen. En mijn moeder in een nieuw huis. En ik vond het lastig om eigenlijk het switchen te maken van mijn vader naar mijn moeder. Om daarheen te wonen, maar ook meestal wou ik eigenlijk, was mijn bedoeling om een weekend daar te slapen. Bij mijn moeder. Maar ik vond het een raar gevoel. En moeilijk. Want het punt is, ik heb 20 jaar waar mijn vader nu woont, 20 jaar daar gewoond. En opeens een andere switch van te maken is gewoon moeilijk. En ik denk dat voor iedereen dat er is. Vooral bijvoorbeeld de tijdssituatie. Corona. En over corona gesproken. Een klein deeltje ervan. De YouTuber Cas de Job is waarschijnlijk verdwenen of vermist door dit situatie. Is er verteld. Maar of het waar is, weet ik niet 100% zeker. Want ik had het via eigenlijk video gekeken van Nicolas. En daar hoorde ik het voorbij komen. Maar of hij het waar heeft, weet ik ook niet. En laat even weten in een reactie of jij ook moeite hebt door corona of niet. Maar we gaan wel positieve draaien maken in ieder geval. En dat probeer ik sowieso altijd, elke dag. Ik ga maar klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. En Ganja kan het ook even bijgluren, dat hoor je bij me. Ik ga lekker nogmaals klaarmaken om naar bed te gaan. Ganja, doe is niet. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Excuus dat het niet zo lang of leuke vlog is. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je je meer abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. We kunnen wel nu nog natuurlijk een pakketje openmaken.